Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we weer heerlijk Indisch koken. Op het menu staat vandaag Ayam Panggang Pedis. Ik heb daarvoor lekkere kippenpoten uitgekozen, drumsticks. Je kan ook dijen gebruiken of andere kipstukjes. Ayam Panggang Pedis. Ayam betekent kip, panggang betekent geroosterd. En pedis, dat betekent pittig, heet, veel peper erin. We gaan vandaag dan niet roosteren. Officieel hoort het geroosterd, maar we gaan een beetje vals spelen. Het is natuurlijk lekker op de barbecue roosteren of op de grillpan. Maar we gaan het vandaag in de koekenpan bakken. En dan noemen we het toch stiekem Ayam Panggang Pedis. Maar dit is zo lekker. Dit is bij ons thuis de favoriet. Dus die gaan we nu bakken in de pan. In de koekenpan. Olie erin. Ik gebruik gewoon zonnebloemolie, dat is prima voor dit doel. Dan wacht ik tot de olie een beetje heet is. En die kippenpoten laten we gewoon 30 minuten af en toe even omdraaien. Laat hem bakken op een zacht pitje als hij eenmaal warm is. En dan is hij goed gaar en een beetje knapperig van buiten. En dan in de tussentijd, als hij aan het sudderen is, gaan we de boemboe maken. De saus, de kruiden. Nou. En de pootjes. Oh ja, ook nog even belangrijk. Ik heb de kippenpoten net in de pan gedaan. Eigenlijk had ik van tevoren even wat zout over die kippenpoten moeten strooien. Dat heb ik net in de pan gedaan. Dus het komt helemaal goed. Zo, de kippenpootjes zijn nu lekker aan het bakken. Dus dan gaan we dan de kruidenpasta maken. De boemboe. Neem een shallot. Dan een hele grote, maar dat is lekker. Eén shallotje. Die schillen we. Een stuk gember van pak een beetje 10 centimeter. Die kan je heel makkelijk schillen met een dun schillertje. Even die zijtakken eraf halen. Een dun schillertje is heel makkelijk. Een prachtig schillen. Zal ik even bijwerken met een mesje. En natuurlijk nog knoflook erin. 5 tenen. 1, 2, 3, 4, 5 stuks. Die gaan we natuurlijk ook nog even tellen. En van de gember, de knoflook en de shallot gaan we nu even een puree maken in de keukenmachine. Dus ik hak de shallot even een beetje grof. Knoflooktenen erbij. Gember even een beetje grof hakken. Ook in de keukenmachine. Vergeet niet af en toe even je kippetjes om te draaien. Hè. Ze moeten goed gaar zijn, door en door en mooi bruin aan de buitenkant. Gaat al lekker, maar hij is er nog niet. Zo, die is lekker bezig. Gaan we die even aanzetten, dan maken we even een lekkere puree van. Nou, om een gladde puree te krijgen. Dan doe ik er even een klein scheutje olie nog bij. Anders dan lukt dat niet even met zo'n spateltje. Het moet echt een lekkere gladde puree worden. Dan maar even lekker draaien. Tussen draaien weer even de kipjes om. Nou, de kippenpootjes zijn nu mooi bruin en gaar geworden. Dus die kunnen er nu wel uit. Even wat mooie pootjes. Ik schep het even uit de pan. Ik laat het vuur gewoon aan. Ik gebruik gewoon dezelfde pan voor de boemboe. En dan ga ik die boemboe die ik nu echt heb gemaakt in de keukenmachine. Dat ga ik erin doen. Even spetteren, een beetje sissen. Dan gaan we lekker die smaak van die gebakken kip ook nog in de saus. Nou, dan gaan we deze puree bakken tot die een beetje lichtbruin begint te kleuren. Neem er even de tijd voor. Het moet wel gaar zijn. Zo, dat kruidenmengsel is nu gaar. Hij begint wat te verkleuren. En nu gaan we de rest erbij doen. We gaan de sambal bij doen. Het is hete kip, hè? Sambal pedis. Of ayam pedis. Er gaat 300 gram sambal in, pak een beet.
337, lekker. Gooi we er ook bij. En nu, schrik niet, 300 gram suiker. Ik weet dat dit is waar nu heel veel boze reacties binnenkomen. Dat is veel te veel suiker. Dat klopt, maar het is zo verschrikkelijk lekker. En natuurlijk, het is een beetje fout, maar morgen gaan we gewoon weer gezond eten. Vandaag gaan we lekker eten. Bovendien, als je het niks vindt, voel je vrij om er minder suiker in te doen of om het niet te maken. En zo vinden wij het lekker. 300 gram suiker erbij. Hopsa. Dan doen we er ook wat trassie bij. Dit is zoals je hem in de winkel onder andere kan kopen, in de supermarkt, die blokjes. Maar zelf vind ik die poeder fijn, want dat is makkelijk te doseren. Die hoef je niet fijn te maken, hoef je ook niet met je vingers te gaan, want dan ga je vingers zo stinken. Het stinkt als de pest, maar het hoort er wel in. Dit maakt het zo lekker. Dit is gewoon in poedervorm. En dan doen we er twee theelepeltjes erdoor. Zo. En een stuk of 10 blaadjes daarom die roek. Oftewel limoenblaadjes. Die bakken we ook eventjes mee. Sausje is nu lekker aan het pruttelen. Dan doen we er nog een scheutje citroensap in. Scheut citroensap erdoor. Er komen wat vitamintjes erin. Hè? En een scheutje water. Brengen we even aan de kook. Laten we even koken. Een paar minuutjes. En dan kunnen de kippen er weer in. Zo, dat ziet er lekker uit. Dan kunnen nu de kippenpootjes erbij. Die moeten dan nog een minuutje of 5 sudderen in de saus. Zodat je lekker die saus erin trekt. Ik denk dat het heel heet is, maar het valt wel mee hoor. Je kan het ook leren eten, hè? Heet eten. Als je eenmaal gewend bent, dan wil je niet meer anders. Dit is zo'n lekker gerecht. Nou, maar even 5 minuutjes sudderen en dan gaan we het serveren. Zo, dat ziet er wel lekker uit. Nou, dan gaan we nu serveren. Lekker bordje rijst gekookt. Kijk eens. Nog een keer 2 lekkere pootjes gewoon. Doe eens gek. Saus eroverheen. Nou, die blaadjes mogen eruit. Die moet je niet opeten, dat is alleen voor de smaak. Kijk eens jongens. Ziet er toch geweldig uit, hè? Wil je weten hoe je die rijst maakt? Ik heb ook nog een ander filmpje geplaatst hoe je rijst moet maken in de rijstkookpan. Lekker makkelijk, terwijl je kip aan het sudderen is, kun je tegelijkertijd zonder enige moeite de rijst koken. Vond je dit een leuk recept en een leuk filmpje? Abonneer je dan op mijn kanaal, like deze video en binnenkort ga ik nog veel meer leuke recepten plaatsen. Dus hou ons in de gaten.